Wie zegt dat meneer Anton er zelf niet een gaatje in... Marco, zeg alsjeblieft. Ik probeer wel een biotoop in leven te houden, hoor. Nou, het is misschien ik ver vind gezocht. Het heel ver. Het houden van een zeeaquarium is een heel plezierige, maar ook een kostbare hobby. Het is dan ook een drama als je een aquarium voor 7000 euro hebt aangeschaft en alles langzaam afsterft als gevolg van slecht werkende onderdelen. Hoor ik dit nu goed? Worden wij zo behandeld? Oh, wat ben jij nou? Ik vond het eigenlijk heel lullig. Dat mag meneer zo vinden. Ik vind van niet. Ik ben geen leek op dit gebied. Ja, blijkbaar wel. Dat bent u met me eens, hè? Dit is toch belachelijk. Oh, oh, oh. Dank u wel. Goedenavond. Welkom bij de Rijdende Rechter van de NCRV. Het is fascinerend te zien dat je tussen 5 glasplaatjes de leefomgeving van tropische vissen kunt nabootsen. Meneer Korf is de trotse eigenaar van zo'n zeeaquarium. Al is er nu weinig meer om trots op te zijn. En dat is de schuld van de leverancier, vindt hij. Ik kijk nu dagelijks naar mijn aquarium met pijn in mijn hart. Ik vind het schandalig zoals de service van deze firma is geweest en zoals ik nu met het aquarium zit. Ik heb in mei een zeewateraquarium gekocht ter waarde van 7000 euro. Al vanaf het begin werkten een aantal dingen niet goed. Het aquarium trekt valse lucht aan omdat het snelfilter niet volloopt met water en dit heeft invloed op alle dieren. De eiwitafschuimer doet helemaal niets en daardoor is mijn aquarium een grote vieze algenbak geworden. Zelfs een medewerker van het bedrijf waar ik het aquarium heb gekocht schrok van de toestand waarin het verkeert. Rijdende rechter. Van wat eens een plaatje was, is niets meer over. Ik eis het bedrag van 7000 euro dan ook terug. Ja, hartelijk welkom. Waarom hebt u eigenlijk een zeeaquarium? Want het is hartstikke duur, heb ik begrepen. Ja, ik heb het vroeger als klein kind heb ik altijd zoetwater gehad. En toen ik een jaar of 18 werd, ben ik me gaan interesseren op zeewatergebied. En zo is dat langzamerhand gegroeid. En is het dan leuker dan een zoetwateraquarium? Ik vind het niet leuker, ik vind het veel mooier. Waarom? De kleuren zijn veel directer, de variëteiten van koralen en anemonen. Ja, dat is gewoon heel erg mooi. Het is gewoon een mooie schouwspel. Ja, je kunt het niet vergelijken. Er zitten natuurlijk ook in verhouding veel minder planten en zo in. Dus in een zeewateraquarium praat je over wieren en dat soort dingen. Dus ja, ik vind het gewoon veel mooier. Hebt u meer huisdieren? Ik heb veel meer huisdieren. We hebben papegaaien, katten, honden. Dat is genoeg. Een heleboel? Een heleboel, ja. We zijn gek op dieren. Bent u ook werkzaam op een of andere manier in de dierensector? Deels. Ik werk als paranormaal genezer vooral met paarden. In met de draf- en rensport. Een soort paardenfluisteraar? Nee, totaal iets anders. Oh. Totaal iets anders. Het gaat puur via het magnetiseren van de paarden. En eventueel toevoegingen van homeopathie. En daar hebben we heel veel goede resultaten mee. Ja, ik heb wel vaker gehoord dat dieren heel goed op een wat met een alternatieve manier te behandelen zijn. Nou, dieren reageren opener. Kijk, mensen moet je deels altijd overtuigen voor het feit dat er iets paranormaals is. En dieren niet. Je kan niet tegen een paard zeggen, je bent niet meer kreupel. En zo werkt het dus wel. Maar hoe gaat het dan met die paarden? Als ik daarbij sta, de eigenaren hoeven dus nooit tegen mij te zeggen van, je moet dit of dit speelt bij het dier. Ik weet altijd nu wat er met het dier aan de hand is. U hoeft het alleen maar te zien of u weet dat? Het is heel idioot, maar het is zo. Is dat niet iets... wat je ook op die vissen toe zou kunnen passen. Ja, ik heb er ook zelf wel eens aan gedacht, maar ja, ik geloof niet dat ik invloed uit kan oefenen op water in een aquarium. Dus. U hebt daar al regelmatig dode vissen uit moeten scheppen. Ja, en ik koop ook niks meer. Nee. Ik koop en wat niks. Doe je daar dan mee? Op de wc? Ja, helaas wel. Komen ze toch nog in het zoete water terecht? Ja, het is triest, maar... Ja, goed. We gaan eens naar de tegenpartij. Volgens meneer Veldhuis, de leverancier van het aquarium, is er met zijn apparatuur niets aan de hand. Naar zijn mening worden de problemen veroorzaakt door onkunde van de heer Korf. Ik heb er alles aan gedaan om zijn problemen op te lossen. Maar meneer Korf is nooit tevreden. De heer Korf kwam vanaf het moment dat wij het aquarium geplaatst hebben met het ene probleem naar het andere. De klant is bij ons echt koning, maar mijn geduld is op. Bovendien heb ik de grootste moeite met op de manier waarop meneer Korf met ons communiceert. Door de telefoon is hij vriendelijk,
Maar in zijn e-mails heeft hij ons meerdere malen onvriendelijk bejegend, op zijn zacht gezegd. Rijdende rechter, we hebben echt alles gedaan wat in onze mogelijkheden ligt. Ik voel me zo langzamerhand als een vis op het droge. Ja, dag. Zo, welkom. Het lijkt mij nogal een heel specialistisch bedrijf wat u daar heeft. Klopt dat? Dat zijn we. Ja. Ja. Hoe kom je daar zo in terecht? Dat heb ik overgenomen van mijn vader. Die is daar destijds mee begonnen in 1968. En hoe moet ik uw bedrijf dan plaatsen in die branche? Bent u een van de meest uitgebreide, de grootste in de streek? Of... Ja, we zijn wel het grootste van Nederland. We zijn heel gespecialiseerd. We hebben een eigen meubelmakerij, we hebben een eigen bakkenmakerij die de bakken maakt. Want u hebt dat aquarium ook gebouwd bij meneer Korf? Nou, niet persoonlijk. Dat hebben mensen van uw bedrijf, ja, natuurlijk. Absoluut. Ja, absoluut. Moet je eigenlijk om zo'n winkel te kunnen runnen een studie volgen? Er is niet een speciale visopleiding als u dat bedoelt. Dat is er niet? Nee. Hebt u bijvoorbeeld bepaalde cursussen gevolgd? Ik ben aangesloten bij een zeewateraquarium. Altijd geweest, vanaf het begin eigenlijk. Ja. En ja, je praat er heel veel over met anderen die het hebben. En je moet je gewoon heel erg verdiepen in wat er op het zeewatergebied mogelijk is. Ja. Twijfelt u aan de deskundigheid van de meneer Korf? Ja, dat is natuurlijk de bottleneck. Hè? Dat is natuurlijk waar het om zit. Mm-hmm. Hij zegt dat hij al 18 jaar een aquarium heeft. En hij is dan niet eens zelf in staat om dat luchtlekje eruit te halen. Al mijn klanten die een aquarium van mij hebben, als daar een probleempje mee is, 90% van de klanten lossen het gewoon zelf op. Vooral mensen die al 18 jaar een aquarium hebben. Alle mensen van die zeewatervereniging, waar meneer Korf van lid van is, doen het echt allemaal zelf. Meneer Korf. Nou, ik ben het niet met hem eens. Want als jij gewoon had gezegd, of naar mij had geluisterd en een nieuwe pomp had geplaatst, was het probleem opgelost. En die eiwitafschuimer staat er helemaal buiten. Ja, maar dat is een heel ander verhaal. Kijk, het is heel wij simpel. Waren tot alles bereid. Marco, hou op. Ik moest bedelen voordat je langskwam. Ik heb zo vaak gebeld. En dat is een groot verschil tussen tot alles bereid en niet op een gegeven moment, hij verwijt me bij me thuis dat het achterstallig onderhoud is. Ja. Terwijl hij gewoon weken daarvoor door de telefoon verklaart, Anton, dat hele filter is niet belangrijk, ik stek er maar uit. Jullie noemen elkaar wel gezellig bij de voornaam. Dat doet me dan wel weer deugd. Nou, ik wel. Hij niet. Nee? Ik ben nooit zo moeilijk. Ja, de klanten zijn bij mij altijd meneer Korf natuurlijk. Ik weet wel dat meneer Korf Anton heet. Kijk, als Anton eens een keer de moeite had genomen om naar ons te komen en niet altijd telefoon en e-mails te krijgen en even persoonlijk contact met elkaar hadden, dan was het probleem al lang opgelost. Hebt u geen persoonlijk contact gezocht? Niet meer nadat ik erachter was gekomen dat als ik belde kwam meneer Veldhuis niet aan de telefoon. En als ik een andere achternaam of mijn vrouw liet bellen met haar meisjesnaam, werd ze doorverbonden en dan nam ik de telefoon op. En tot zijn stomme verbazing kreeg hij naar mij aan de telefoon. Was het zo moeilijk om te pakken? Ik heb geen zin om iedere klant te beantwoorden. Ik heb een goed team van een aantal mensen die altijd hele goede vragen kan beantwoorden. Waarom zou ik altijd alles moeten beantwoorden? Dat is niet logisch. Nee. Maar in het geval van Anton, wat hij nou net zegt, klinkt klaar onzin. Als hij had gezegd van ik ben vrijdagmorgen, had hij tegen Erik kunnen zeggen, ik ben vrijdagmorgen, ben ik aan de zaak, kun je zorgen dat Marco er is? Dan was Marco er geweest. Nou, het is voor het eerst dat ik dit hoor. Ja, maar dus jij hebt dat geduld niet. Jij hebt allerlei e-mails gestuurd, want dat e-mailprogramma van jou, dat is fantastisch. Want daar kan hij even heel snel allerlei kritiek op los. Ja, en dat moeten wij dan maar weer gaan beantwoorden. Ja. Nou, en daar hebben we geen zin in. En daar hebben wij geen zin in. Niet op die manier, nee. Het is geëscaleerd op een of andere manier. Aanvankelijk waren jullie heel goed met elkaar. Jawel, ik kon hem altijd aan de telefoon krijgen. Maar sinds dit tweede aquarium, want het is het tweede aquarium al wat ik bij hen vandaan heb. Dus dat is toch een stuk vertrouwen, denk ik. Het is Antons derde aquarium trouwens. Een derde aquarium al? Ja, hij heeft er ook nog eentje gehad van een collega van mij. Dat is niet waar. Die heb ik bij het particulier gekocht, Marco. En het aquarium dat stond op springen, dat moest met alle sprong moest dat weg. Toen zijn wij in een weekend hebben wij een demonstratiebak uit het magazijn gehaald. Ja. Die hebben wij geïnstalleerd. En die had ik nooit weg moeten doen. Die echt was goed. En dat eerste aquarium dat had een gespannen ruit. En daar stonden allerlei dingen aan. Maar dat markeerde achteraf helemaal niks aan. Want Anton wil gewoon een ander aquarium hebben. En waarom wilde u dan een ander aquarium? Dat is het probleem met heel veel aquarianen. Je wilt groter en beter. Goed. Ja. We gaan eens kijken. Om een goede indruk te krijgen van de kundigheid van meneer Veldhuis en zijn bedrijf ging meester Visser daar een kijkje nemen. Ik heb meneer Jansen, de deskundige, meegenomen. Ja. Hoi, Marco Veldhuis. En we willen even bij u komen kijken in het bedrijf. Dit is een lagere dieraquarium. Hier worden de dieren uitverkocht en hier worden ze dan ook in gepresenteerd. Lagere dieren, dat is? Lagere dieren zijn al de dieren die wel leven, maar niet verlopen kunnen. En zo moet het dus? Zo moet het eruit zien? Zo moet het enigszins uitzien. Deze. Dit is een eiwitafschuimer. Door middel van de luchtbelletjes die in de schuimer komen, worden de eiwitten, strengen, worden eraan geplakt.
Je ziet het ook wel eens op het strand, als de golven, veel mensen denken ze hebben de zeepstop ingegooid. Ja, ja. Maar dat is eigenlijk niks anders dan afgestorven micro-organismen en beestjes die uit elkaar gevallen zijn. Ja. En dan ontstaan, het eerste wat er ontstaan zijn dan de eiwitten. En die worden door middel van deze eiwitafschuimer, worden die omhoog gewerkt en daar krijg je dus... Oh ja, en dat is dat spul wat op het strand liggen kan. Juist. Ja. Er zijn ook eiwittenstrengen die worden weer afgebroken door niet-infecterende bacteriën. En dan ontstaan daar de voedingsstoffen door. En de voedingsstoffen die worden dan weer genuttigd door planten, maar ook door algen. Kan een leek dit allemaal nog wel zelf doen? Het is niet eenvoudig om een zeewateraquarium te houden. Nee, dat klopt. Dat is een ding wat zeker... Dat heb je bij een zoetwateraquarium allemaal niet. Nee. Eiwitafschuimers en... Nee. En dit is de filter. Dit is een gesloten filtersysteem. Ja. Deze pijp die hier dus zit, daar heb ik er dus twee van. Ja. Daar gaan continu hele sneeuwwolken aan lucht worden de bak in gespoten. Oh. En zo gauw ik de stekker eruit trek, loopt het filter weer goed vol. En dan is die een paar uur of een dag, heb ik geen probleem. Ja. Stekker erin en hij gaat weer doorlopen. Nou, dan is het continu lucht. Ja, dat lijkt me het beste dat we eerst maar eens gaan kijken hoe de bak van meneer eruit ziet. Ja, dan hier kunnen we een goede vergelijk maken. Ja, maar hier kunnen we hebben niks aan zien. Ja. Met alle benodigde informatie gaat meester Visser samen met een deskundige naar Almere om zich op de hoogte te stellen van de schade aan het aquarium. Zo, hier is uw aquarium. Dit is mijn aquarium, ja. Wat ziet het er prachtig uit? Voor een leek wel, ja. Alles zit vol met luchtbellen. Nou, okay. Maar waar zijn die luchtbellen dan? Oké. Dat is heel simpel. Moet maar kijken. En dat gaat 24 uur per dag door. Hij loopt gewoon niet vol. Wat er hier in ieder geval aan de hand is, is dat dit filter te veel valse lucht aanzuigt. Ja. Hoe dat daar komt, ja, dan moet je even heel goed naar alle leidingwerken gaan kijken. En er zit geen water in, zegt hij. Dat is de vraag hoe vol die zit. Hij zal denk ik half vol zitten. Dus hij zal nog wel wat blijven doen. Want u maakt hem ook regelmatig schoon, denk ik. Ja. Filter van binnen. Nou, nu niet. Want dit moet je ongeveer eens in het half jaar doen. En deze staat pas 2 maanden onder. Kijk, en als u een eiwitafschuimer heeft gezien bij de firma Veldhuis vanmorgen, dan ziet u dat deze van mij op alle mogelijke manieren met bochtjes dicht is geknepen om maar schuim op te wekken. Maar het lukt. Het lukt niet, want kijk, dit is het resultaat vanaf 3 mei. Terwijl dat veel en veel meer hoort te zijn. Dat filter moet wel degelijk in het begin vaker schoongemaakt worden. Maar niet want alle stront wat erin komt, al het organisch materiaal en voedselresten wat erin komt, dat moet eruit. Dat wordt daar nou allemaal omgezet in dat filter. Ja. En ook al filtert hij nou droog-nat, want het zijn ook bestaande filtersystemen die droog-nat filteren. Marco, dat heeft... Die droog-nat filters... Marco, het gaat... ik weet dat jij met hem belde en zei je mag het snel filteren. Moet je ongeveer eens in de 9 maanden schoonmaken. Ach ja, dat is... Maar we gaan hem weer opzij palen, want ik wil niet gewoon... Dat je haalt het biologische filter en het snel filter door elkaar in maar het snel filter... lucht blijft er. Als jullie het mij niet duidelijk maken, dan is het over. Lucht dan snap ik het niet. Dus niet. Ik hoor dus, dat de deskundige ook zeggen dat niet de bedoeling is, die lucht... Maar kan het ook kwaad? Behalve dat het niet mooi is. Het is in ieder geval niet mooi. Ik denk dat is duidelijk. Het feit wat de heer Veldhuis hier aangeeft, van als het filter niet goed werkt, dan heeft dat wel degelijk ook een effect natuurlijk op je waterkwaliteit. Ja, kijk, dat het filter lucht aanzuigt, dat is een technisch probleem. Maar dat heeft niks te maken maar met het evenwicht en de status van het aquarium. Ik heb het ook niet over de status. Ik heb het over het technisch probleem dat ik lucht heb, waar ik vanaf wil. Ja, nou. En dat los je niet op met tape. Wij hebben 2 keer een ander filter geplaatst, Anton. Wij hebben alle mogelijkheden gedaan om het in orde te brengen. En wij waren nog steeds bereid om het in orde te brengen. Alleen de manier van communiceren met jou was niet van die aard dat wij zeggen van nou, hoi, Anton is weer aan de telefoon. Nee, dan was het een mierenneuk. Weet je nog? Ik heb jou nooit uitgemaakt voor het een of het ander. Nou, ik weet dat woord dat gebruik ik helemaal niet, ken ik helemaal niet. Luister, ik heb voldoende gezien. Als u ook voldoende heeft gezien, dan ben ik hier klaar. En dan zien we elkaar straks terug voor de hoorzitting en dan gaan we over de zaak praten. Okay. Ja? Okay. Zie ik u straks. Ja, bedankt. De hoorzitting wordt gehouden in Almere. Alwaar meester Visser probeert enige duidelijkheid te krijgen in de wondere wereld van eiwitafschuimers, pompjes, biotopen en biologische filters. Welkom, we zijn hier in Almere. En aan de orde is de zaak van meneer Korf tegen Veldhuis Aquaria, meneer Veldhuis. U heeft 2 klachten. U zegt de snelfilter, de mechanische filter, werkt niet goed. Ja, klopt. De luchtbellen. En de eiwitafschuimer, die werkt niet goed. Nee, klopt. Dat zijn de 2 klachten. Ja, dat klopt. En daardoor zegt u, ziet mijn aquarium er niet goed uit. Nee, het is alles bij elkaar.
Ja, we hebben vandaag zijn we in de gelukkige omstandigheden dat we een deskundige aanwezig hebben. Ingenieur Max Jansen, hoofd aquaria van Burgers Zoo. Dit is schematisch, heb ik begrepen, hoe het systeem werkt. Dat klopt, ja. Nou, we hebben de dieren, vissen en verschillende koralen in het aquarium staan. En er staan drie filters op het aquarium. Het eerste filter loopt het water in en dat noemen we een mechanisch filter of snelfilter. Snelfilter, ja. Dat haalt het grove materiaal uit het water. De uitwerpselen. De uitwerpselen bijvoorbeeld. En ook het voer wat niet opgegeten wordt. Okay. Een tweede filter is het water wat hier overloopt, komt in dit filter terecht. En dat is een biologisch filter. Aha. Er zitten allemaal bacteriën in en die zorgen ervoor dat het water chemisch van goede kwaliteit is. Een tweede filter wat hier in dit stukje zit, dat is de eiwitafschuimer. Ja. Een eiwitafschuimer is een apparaat wat de eiwitten uit het water haalt. Bijvoorbeeld de verschillende delen van de feces, van de vissen, ja, of het slijm van de koralen. Ja. Die kan zo'n eiwitafschuimer eruit halen. Na de eiwitafschuimer loopt het weer terug het aquarium in. Wat is er nou mis in het aquarium? Want er is wat mis, hè? Want we hebben die algen gezien, dus op zich is dat niet de bedoeling. Nee, die algen is een indicatie van dat er te veel voedingsstoffen nog in het water zitten. Te hoog nitraat en te hoog fosfaatgehalte. Nou, laten we beginnen met het snelfilter, het mechanische filter. Hè? Daar komen die luchtbellen uit. Wat is daarmee aan de hand? Nou, is op een of andere manier komt daar lucht in dat filter, dus in die doos. En dat is niet goed, dat hoort niet. Dan hebben we net gehoord dat meneer zegt van, ik heb hem nog niet schoongemaakt. Kan dat een oorzaak zijn, want misschien zijn er wel meerdere oorzaken, hè, van dat er een te hoog nitraatgehalte en fosfaatgehalte in het water zit? Ja, het kan er absoluut aan meewerken, want als het niet wordt schoongemaakt, ja, dan krijg je daar dus bacteriële activiteit. Ja. En ja, dan gaat dat nitraatgehalte weer omhoog en okay, hup, dan gaan de algen weer groeien. Okay. Ja, dus dat is... En dan hebben we nog die eiwitafschuimer. En wat deugt daar niet aan? Nou, de eiwitafschuimer, die zegt het al, het moet eiwitten afschuimen. En ik heb er even voor kunnen staan en op dat moment dat ik ervoor stond, deed hij dat niet. Je hebt verschillende capaciteiten eiwitafschuimers. Je hebt ze van groot naar klein. Maar het heeft allemaal te maken met de belasting van het aquarium. Deze die voldoet op dit moment niet voldoende. Hij haalt er niet voldoende troep uit. Ja, waarom niet? Er zit te veel troep in en dat komt gewoon omdat het filter gewoon niet goed schoongemaakt is. He, er is niet voldoende. Er moet water ververst worden. Anton heeft geen water ververst. Dat doe ik elke 4 weken. Er moet filters verschoond worden. Dat is absoluut niet gebeurd. Dat heeft hij zelf al toegegeven. Als dat gedaan wordt, dan haal je het vanzelf alweer in balans. Het is zo geweest door de verhuizing van het aquarium, door het veranderen van A naar B, is er een te veel organisch materiaal ontstaan. Wat zo'n eiwitafschuimer onmogelijk er heeft uit kunnen halen, omdat hij daar niet voor bedoeld was. Dus in het beginfase heeft hij gewoon een tekort aan capaciteit gehad. Die organische materialen zijn door de niet-verzerende bacteriën omgezet. En daar zijn die voedingsstoffen van gemaakt. En daar leven die algen van. Wat gaat u daar aan doen, aan die luchtbellen? Ja, dat willen we gewoon oplossen. Dat wouden we ook altijd oplossen. Tot dat gegeven moment wij allerlei dreigementen en brieven kregen. Marco, ik heb moeten smeken. Ik heb een doseerpomp gehad. Het aquarium is geleverd op 3 mei. Ik kreeg op 24 augustus, na heel veel bellen, heb ik eindelijk de doseerpomp gekregen. Alleen die doseerpomp kan ik niet aansluiten, ja, want er is geen plaats meer voor de jerrycan met vloeistof in het aquarium. Maar wat dus moet die je, ligt daar. Wat moet je nou met een doseerpomp? Jij snapt het hele verhaal ik nog snap niet. Het Marco, wat ik moet ben je geen nu leek met een doseerpomp? Ik heb 20 jaar zeewater, ik ben geen leek op dit gebied. Ja, blijkbaar wel. Nou, wat moet je nu met een doseerpomp als maar er al te veel wat er zou gaan gebeuren aan de luchtbellen? U zei dat gaan we maken. Ja, dat moet opgelost worden, dat is heel simpel. Maar het is een beetje laat, want nou ben ik er. We zijn een aantal keren geweest die lucht eruit gehaald. Dat probleem hebben wij nooit bij de handen. Nu wel. En dan niet 1 keer, niet 2 keer, maar 3 keer. Dat is toch heel vreemd. Dan zou je toch moeten nadenken. Dat is toch heel vreemd. Dan moet je nadenken over de constructie. Want die constructie is hetzelfde als u vanmiddag gezien heeft bij ons. Nee, aan precies de niet. Exact dezelfde constructie. Nee. Maar hoe zou dat dan komen? Zelfde capaciteit. Als het allemaal zo goed is. Maar er komen luchtbellen uit, dat is niet goed. Ja, er zal absoluut wat aan de hand zijn. Ja. Maar wie zegt dat meneer Anton er zelf niet een gaatje in... Marco, zeg, alsjeblieft. Ik probeer wel een biotoop in leven te houden, hoor. Nou, het is misschien ver gezocht. Ik vind het heel ver. Ik kan me wel andere hobby's voorstellen dan je eigen spullen natuurlijk lek maken. De eis van meneer Korf, als ik hem goed begrepen heb, u wil dat hele aquarium teruggeven? Nee, ik wil een redelijk bedrag terug, zodat ik het aquarium kan laten opknappen. Ja. Laat ik het zo zeggen. En want de eis was, als ik het goed gelezen heb... Kijk, als ik... Dat u de hele koopprijs terug wil. Als ik de hele koopprijs terug wil... Dan moet ik ook het aquarium teruggeven. Dan moet ik het aquarium teruggeven. En dat wilt u? Mits er een oplossing komt voor een ander aquarium, want waar moet ik mijn dieren naartoe? Dus dat lijkt me dan een beetje moeilijk. Dus u zegt, dan wil ik een redelijke tegemoetkoming. Ik wil een redelijke tegemoetkoming, zodat ik de kans krijg een grote biologisch filter eronder te zetten. En het hele snelfilter. En wat had u dan aan gedacht in termen van geld?
Nou, een beetje bioloog, een vergrote biologisch filter kost denk ik toch zo rond de 300-400 euro. 300-400 euro, daar staat hij aan. Een eiwitafschuimer, en dan denk ik aan bepaalde types. Daar zit je ook rond de 700 euro. Als meneer, als ik nou zo hoor, ik heb bij elkaar opgeteld, 1000 euro, dan bent u van het gezeur af? Wij willen graag het aquarium in orde maken. Wij willen dat lek eruit halen. En ik wil best wel een goede tegemoetkoming maken voor een goede eiwitafschuimer. Dat is een ander merk, er zijn meerdere merken. Maar dat brengt het probleem niet weg. Het probleem is bij het onderhoud. Ik ga over de zaak nadenken. En dat is wel nodig, denk ik. Dan zie ik u terug in de studio in Hilversum om de uitspraak te vernemen. Is het de onkunde van meneer Korf waardoor zijn aquarium vertroebelt, met als gevolg een ongezonde biotoop? Of ligt het aan de kwaliteit van de eiwitafschuimen van meneer Veldhuis? Meester Frank Visser brengt helderheid in deze troebele wateren. Uitspraak in de zaak van meneer Korf tegen Veldhuis. Ja, gebleken is dat de kwaliteit van het aquariumwater onvoldoende is door een teveel aan nitraten en fosfaten. En dat is niet goed. Daardoor groeien te veel algen. En dat is weer slecht voor de lagere diervormen. Ik meen echter dat een en ander grotendeels wordt veroorzaakt door een vervuild snelfilter. En dat kan Korf zelf verhelpen. Voor wat betreft de luchtbellen is de klacht echter wel gegrond. Ik zal Veldhuis dan ook verplichten om die klacht alsnog te verhelpen. En zo niet, dan moet in plaats daarvan 400 euro worden betaald. Voor wat betreft de eiwitafschuimer is onduidelijk gebleven of deze nu goed is of niet. Dat is in deze zaak echter niet onoverkomelijk, want Veldhuis heeft inmiddels aangeboden om kosteloos een ander type te leveren. Ik vind dat Veldhuis aan dat aanbod mag worden gehouden, waarmee deze klacht in elk geval ook uit de wereld is. Komt Veldhuis die toezegging niet na, dan moet in plaats daarvan 600 euro worden betaald. De oplossing is dus dat Veldhuis alsnog het een en ander moet doen. En doet hij het niet goed, dan krijgt Korf 1000 euro. Dat is mijn uitspraak en daar zult hij het mee moeten doen. Dank u wel. Meneer Korf. Ik ben de laatste die zal zeggen dat hij geen kans meer krijgt, maar... Ik vraag me af of het opgelost wordt, maar goed. Jawel, maar het is niet zo dat u zegt... meneer Veldhuis mag niet meer aan mijn aquarium komen, toch? Dat zul je mij niet horen zeggen. Nee. Nee. Nou, maar waarom hebt u geen hoop meer? Ik bedoel, omdat ik er gewoon niet meer in geloof. Heel simpel. Daar is mij te veel voor toegezegd. Meneer Veldhuis. Laten we nou niet escaleren. Nee, belos het op. We gaan het nu oplossen. Nou, ik vind het een prima uitspraak. Oké, dan hoop ik gewoon echt dat het alsnog in orde komt. Kijk, die eiwitafschuimer, die veranderen we gewoon. Hou op over die eiwitafschuimer. Ik kan geen eiwitafschuimer meer horen. Ik ga er een eind aan maken. Heeft u ook een kostbare aankoop gedaan die alleen zorgen en ergernis heeft veroorzaakt... zonder dat de verkoper met een adequate oplossing komt? Bel dan 0900-1301. Op onze internetsite www.redenderechter.nl... kunt u ook nog terecht, want ieder zijn recht bij de NCRV. Tot volgende week. Dag. Je hebt dat hekwerk tot april hier omgelegen. Hij had het zo gemaakt, maar het mijn. Palen die hier tussenin stonden, plus de gaas, ook meegenomen en weggegooid. Jazeker. En daar hebben we nog milieukosten van gehad. Daar gaat het nou om. Dat mag mijn hebben zonder mijn permissie, maakt hij mijn afwassering weg. Oh, die is dezelfde. Dat is het nou. Dat is niet zo. Oh, wat een leugenaar!